Ja, en dan heb ik nu vanavond een enorme verrassing voor u. We hebben Sinterklaas in een heel andere gedaante terug in ons programma. En hier is hij of zij, hier is die. Eindelijk gaan mij de anderen elkaar. Wat voor stof is dit eigenlijk? Wat af. Nee. Er is geen man die het laten kan. Nou, dat is een deupjes. Ja, dat doe ik binnen Desselhuis ook, dus doe ik even tussendoor. Dat is een deupjes, altijd in het Frans. In het Nederlands gaat dat niet. Je kan moeilijk zeggen, mevrouw, ligt er 2 stuk op de divan, dat gaat dus niet. En in het Engels gaat dat helemaal niet. Als de man vraagt, wat trek je aan? En hij zegt, 2 pieces, dat gaat natuurlijk helemaal niet. Oh ja. Jos Brink, dames en heren. Jos, enig. Ja. Ik kan even lekker gaan liggen, hè? Zoveel. Ja. Ik vind mijn pumps. Het is al een heel gezweet onder zo'n jurk. Dat heb je geen idee van, hè? Ja. Ik heb er niks onderaan. Ik wil het je wel laten zien. Maar... Jos. Nou jij ja, ook. Ja. Nee, niet ik alleen. Jos, we moeten toch even uitleggen waarom je plotseling als een keurige oudere dame hier binnenkomt draven. Dit is een creatie uit je musical Maskerade. Ik ben net een hele oude Mieke Telkamp zo, hè. En Maskerade gaat vanaf dinsdag 9 dagen in het grote theater. Ja. En in die musical doe jij dus... een enorm veel transformaties, ja, verkleding. Ja, het is een musical gaat over een jonge acteur. In 1910 speelt het, vandaar deze outfit. En deze jongen wil een heel mooi rijk meisje versieren. En dat is Lucie de Lange, dus die kan daar zoveel op. Alleen dat rijke, daar moeten we nog een beetje aan werken. En hij doet zich beter voor dan die is. En hij moet zich in allerlei bochten wringen om dat meisje te versieren. En in die rol speelt hij dan ook zijn eigen moeder en zijn eigen grootvader. En enfin, niks te dol natuurlijk. Hoe vaak verkleed jij je? Ik heb 34 verkledingen in de show. En dat gaat natuurlijk razendsnel. Hè? Dat is van grootvader naar douairière naar allerlei andere types. Daar moeten de mensen wel komen kijken in Carré. Het is overigens doodeng, hè, dat grote theater. Maar er zijn dus nog meer verkledingen. Dan wil ik eens zien hoe snel je je verkleedt. In de show? Ja, nu? We hebben onze eigen Adrie Velderhof meegenomen, onze eigen kleedster. Want derzonder zou het niet mogelijk zijn. Als zij een pruik verkeerd aangeeft, dan ben ik 2 seconden te laat op. En dan valt er toch een gat van 2 seconden in die show. Mm-hmm. En dat is opeens, voor mij dan, erg merkbaar. Hoe lang zei je? 8 seconden? 8 seconden. Als er 9 zijn, vind je dat halen? Ja? Nou, we gaan kijken. Dat zal ik proberen, hè? Ja. Tot straks. Zijn er andere creaties? Dames en heren, Jos Brink! Ja, 8 seconden. En we gaan kijken of hij dat haalt. Ja.
Grappig. U bent wel heel erg oud, hè? U bent wel heel erg oud, hè? Ja. Dan ben je bang dat ik wat doe, hè? Wat, ja. Wat zijn uw liefhebberijen? Om eens met een originele vraag te beginnen. Hoe lang is de uitzending? Nou, ik heb alleen twee liefhebberijen gehad. De vrouwen en de jacht. En waar jaagt u dan op? Op vrouwen. Vroeger... Dan deed ze in militaire dienst, deed ze kamfer in het eten. En dat begint nou te werken. Zeg, ken je die grap van het oude echtpaar? Mag ik het even vertellen? Ja, ga je gang. Een man van 96 en een vrouw van 94, die willen scheiden. En dan komen ze bij de rechter en de rechter die zegt, waarom wilt u nou op deze hoge leeftijd scheiden? Zegt hij, nou, we hebben gewacht tot de kinderen dood waren. Jos, dit is alweer zo'n... Dit is een 8 seconden verkleding. Nou, 9 seconden heeft het nu geduurd, hè? Maar dat was, ik moest een wat grotere opkomst maken. Nou, het meisje die me ophielp, dat is dan onze Adrie Velderhof. Die perfect elke avond de zaken aangeeft. En dat is helemaal uitgetuind van pruik tot gulp. Want ook daarin kunnen vreselijke dingen misgaan. En dan krijg je onbedoelde komische effecten. En er wordt in maskerade voldoende gelacht. Dus dat hebben we niet nodig. Ja. We hebben nou twee van de 34 verkledingen gezien. Ja. Dus we kunnen er nog 32 gaan schouwen, dus in Carré. Maar ik zou nu nog even willen praten met Jos Brink zelf. Kan je weer even, we zitten veel gevraagd. Kan je nog even terugkomen als Jos Brink? Ja, dan moet ik me dus terug transformeren naar Brink. Hè? Hoe lang duurt dat? 1 seconde. 1 seconde. Ga je gang. Ja. Ja. Ga zitten. Dat heb je snel gedaan. Dat is racen, hè? Ja. Nou ja, het is niet helemaal de echte Brink nog, hè? Veren en glitter. Nou, de veren niet, maar de glitter. Maar het is wel een pak wat succes uitstraalt. Ja, nou, zo'n travestiet ook. Ik heb meer travest dan de rest, maar het is toch... Ja. Jos, je hebt enorm veel succes op het ogenblik met je musical Maskerade. Je had het met Puzzeluur, met andere dingen. Ja. Veel mensen denken dat het succes zomaar ineens gekomen is bij jou. Ja, dat is natuurlijk onzin, hè? Kijk, het breekt dan in een aantal seizoenen naar buiten opeens. En daardoor lijkt dat zo. Maar als ik nou terugreken, ik word 38. Dus een hoge leeftijd inmiddels al. En ik ben in het vak gekomen toen ik 18, 19 jaar was. En mijn eerste rol was voor 3 gulden 12 bij de hoorspelkern. En toen was ik 18 als volontair. Dus al ben ik dan 20 jaar in het vak. 12,5 jaar... koper dan, hè, cabaretier. Omdat het ICC-cabaret concours was in 1968. Nou, en dat is toch een hele lange, moeizame weg geweest, hoor. Niks gaat vanzelf. Maar, hoe moeilijk is het geweest? Nou, zeer moeilijk. Maar het voordeel is, als je dus treetje voor treetje die ladder opgaat, dat je nooit in één klap meer naar beneden lazert, hè. Ja. Wat maar, vaak gebeurt. Ja. Maar hoe moeilijk is het geweest, dat begin? Was dat armoede? Nou, het beginnen voor iedere artiest, en zeker in dat showvak van ons. Kijk, een acteur die begint met een kleine rol en kan zich daarin waarmaken en krijgt dan, als hij talent heeft en het goed gaat, grotere rollen. Cabaretiers zijn middelpuntige lieden. Dus je begint eigenlijk met een hoofdrol. En als je 18, 19, 20 jaar bent, dan ben je daar helemaal niet eens aan toe. Dat kan je nog niet. Ik kan geen liedje zingen als zoals Dode Dingen.
20-jarige leeftijd. Ik heb dat gevoel niet gekend. Het is toch een soort rijpingsproces wat door moet klinken in je werk. En daar heb je leeftijd voor nodig. Grote cabaretiers van 20 jaar bestaan helemaal niet. Maar je begon dus bij de hoorspelkern en wat deed je daar allemaal? Oh, van alles. Ik heb daar 2,5 seizoen gewerkt, toen ben ik ontslagen. En ik heb heel veel schoolradio's gedaan, hè. Dag vader, wat een mooie Rijnhaak is dat. Ja jongen, dat is een grote. En dan vinden die vader legde dan uit hoe die Rijnhaak in elkaar zat. Hè. En ik met een opgeschroefde stem, met veel kinderrollen, je kent het wel. Hallo vader, mooie Rijnhaak. Ik droom er nog wel eens van als ik zwaar getafeld heb. En toen ben ik ontslagen, toen ben ik naar het Amsterdamse jeugdtoneel gegaan. Dat was morgens om 9 uur met je blote poot in het gras tussen de wip en de schommel. En dan speelden we Ivanhoe. En ik deed dan Ivanhoe met veel jong rood op, wat ik niet eens nodig had. En dat was, dat was vreselijk, hè, met grote blikken harnassen. En dat waren allemaal acteurs die dat geld hard nodig hadden. 30 gulden kreeg je daarvoor. En die ramden er dan op los voor die 30 gulden. Hè. Ik heb heel veel Ivanhoe's met een kromme arm zo gespeeld. Dus in het blik geslagen hadden. En een keer heb ik mijn zwaard getrokken en dan zat het zwaard er niet in. Je kent het dan. Oh, kijk, een groot verzuim. Ik dood u met mijn duim. Vreselijke dingen. Ja. Ik heb daar leren smieren, hoor, bij het Amsterdamse jeugdtoneel. Lachen. Ja. En dan begin je het langzamerhand in te zien dat je toch wat aan jezelf moet gaan doen. Maar ik had niemand. Er was niemand die naar me omkeek, er was geen regisseur. Die Brink, dat was toch een beetje vaag type, hè, toen al. En ze konden dus niet helemaal vat op me krijgen, geloof ik. En toen heb ik meegedaan aan dat ICC cabaret concours, waarvan Sonneveld toen zei, dat moet je niet doen. Maar als je afgaat, dan is het zo'n moeilijk punt om weer opnieuw te starten. En toen zei ik tegen toen nog meneer Sonneveld, dat kunt u makkelijk zeggen, want u bent arrivé en ik moet toch ergens beginnen. En toen viel ik daar in de prijzen en dat is dus eigenlijk een moeizame start geweest tot wat dan nu een carrière is geworden. Je bent ook nog een tijd een tieneridool geweest, hè? Ja, ik had geen werk, hè. Dus ik kon kiezen tussen een flesje vla, wat toen 56 cent kostte. En ik had sixkoeken, daar werd je er mager van, weet je wel. Nou, ik werd er hartstikke mager van. En daar zaten alle koolhydraten en eiwitten en alles mineralen wat je nodig had. Er zat in zo'n koekie. En dan zo'n pak koeken kostte een riksdaler en daar deed ik dan 2 dagen mee. Dus ik kon voor 2 gulden per dag eten, heb ik ook gedaan. Heb ik maanden gedaan. Armoe, de klassieke armoe op een zolderkamer. In Amsterdam. In Amsterdam, ja. Enfin, die tijd van het tieneridool, dat raakte afgelopen. Ik speelde een presentator, tienerpresentator. Ik wist, Anneke Greunlo was toen top of the bill en de Blue Diamonds en Adamo. En dat kon ik nog wel begaffelen. Daar hoef je dus niet zo vreselijk intelligent voor te zijn om dan in Meppel te roepen. Anneke Greunlo, is net een Muppet Show. Anneke Greunlo! En weer af. Maar ik kwam niet verder. En op dat moment belde Frank op en zei... Frank Sanders, met wie je dus nu... samenwerkt? Ja, nogal. Je partner is? Ja, dat is mijn vriend en compagnon. Ja, alles zijn we van elkaar. Ja. Het gekke was, ik zei tegen Kees Lange die middag, we zaten in Loenen met een radio-uitzending. En ik zei tegen Kees, ik weet niet wat ik volgend seizoen ga doen. Ik heb geen aanbieding, ik weet niet hoe het eruit gaat zien. Ik geloof dat ik maar een jaar thuis ga blijven. En hoe oud ben je dan? Hè? 26. En Kees die zei toen, dat komt vanzelf op je af. En een half uur later, het is wonderbaarlijk zijn die dingen... Belde Frank op omdat hij wilde praten. Frank had een groep opgericht, Experiment. En of ik daar dan in mee wilde doen. Wel geld meebrengen natuurlijk. Maar dat gold voor iedereen. Ja. Moest allemaal 1000 gulden meebrengen. Goh. En die had ik. Wat is de rol eigenlijk van Frank Sanders in het geheel? Want hij haalde jou bij het Experiment toen je geen werk had. En later gebeurde het toch dat jij ineens... de verdette werd. Ja. Was het niet moeilijk te verwerken voor Frank, die jou tenslotte in de groep haalde? Ja, Frank is een heel ander type dan ik, hè? Gelukkig maar. Maar anders hadden we elke dag slaande ruzie. Hij doet toch een aantal bewonderenswaardige dingen, niet alleen op het toneel en als medeproducer van de show. Maar hij zorgt dat er een mens achter een mens staat. Het is niet goed dat een mens alleen is. Ik zou het alleen niet, als Frank er niet was, dan zou ik geloof ik niet op het toneel willen staan. Voor wie, voor wat? En vraag je alles aan Frank? En vraag je ook alles aan jou? Ja, ik schrijf geen letters onder hem. Nee.
En ik doe geen stap op het toneel zonder hem. En we bespreken alles. Dat gaat wel eens niet in alle rust, hoor. Hebben jullie wel eens... Bonje? Ja. 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 Nou ja, kijk, ik schrijf wel eens een heel lelijk tekstje, hè. Ja. En dan kom ik mijn werkkamer uit en zeg ik, Frank, ik heb een buitengemeen prachtig tekstje geschreven. En dan roept hij, nadat ik het heb voorgelezen, met mijn mooiste stem, met prachtige witte erin. En dan zegt hij, terwijl hij de komkommer snijdt, nou, ik vind het toch niet zo erg prachtig. Ga het maar overmaken. Nou ja, en dan breekt natuurlijk op zijn Amsterdamse zet de pleuris los. Ja, dan... Maar ja, hij kookt weer vies één keer in de 14 dagen. Daar zeg ik ook niks van. Maar we kunnen het goed hebben samen. Hè. Ja. Maar ik weet heel zeker dat als Frank er niet was geweest, en ook, dat geldt ook voor Henk, het geldt eigenlijk voor alle andere medewerkers, dat ik dinsdag niet in Carré had gestaan. Ja. Wat dus... Een spannende avond. Ja. Ik kom kijken. Maar je had het net over de goede sfeer in de groep. Het valt me op dat de mensen van jouw gezelschap, ik noem Henny Oiri, ik noem Lucie de Lange, de dochter van Kees de Lange, die hier vanavond ook is. Simone en Kleinsma, Miri Michon. Een ontdekking van je is, hè, Lucie? Ja, Lucie. Nou, ik ken Lucie al van toen sloeg ze nog in de poep in de luier. Ja. En ze is ontzettend aardig opgeknapt inmiddels. Ja, ziet er mooi uit. Ja. En Lucie wou stewardess worden, wat belachelijk is voor iemand met talent en kind van artiestenouders is. Want de moeder is Lucie Stijn en de vader is Kees de Lange. Zo'n heel mal dik propje was het, hè? Met lang haar, een soort Miss Piggy was het in die tijd al. En toen is ze bij het experiment gekomen. Toen was Luus Kotte er nog bij. En het is een raar wijf natuurlijk, Luus. En ruikt toch dat theater, heeft zich daarvoor ingezet. Is nu al voor het vijfde seizoen bij ons. Ja. En we laten er gewoon niet meer gaan. Maar dat geldt ook voor Merin en ook voor Simone. Maar wat is het geheim daarvan? Dat die mensen allemaal bij je blijven? Meestal is het zo met gezelschappen. Als ze 1-2 jaar optrekken, dan kunnen ze elkaar niet meer zien. Ja, maar dat is jullie gaan door bezitsdrang, hoor, van Frank en mij. Ja? Ja. Laat ze niet meer gaan. Ja, nee. We chanteren ze. Oh! Nee, ze mogen niet meer weg. Nee, we hebben een ontzettende goede groep. Ja. En klop het maar weer af. Ja. Ook de mensen die er nieuw bijgekomen zijn, zoals Merin en Henny. Nou, het gaat. Je moet mensen hebben, uitselecteren, die van elkaar houden in eerste instantie, die wat kunnen, die elkaar het licht in de ogen gunnen, wat niet vaak voorkomt in het theater, en met elkaar die productie willen maken. Henny Orrie zei, toen er wat wrijvingen kwamen in de repetitieperiode, die alleen maar voortvloeiden uit ellendige vermoeidheid, en die zei, je moet je dienstbaar stellen aan de productie. Dat is het hele axioma van dit vak. En daar heeft Henny gelijk. Ik heb nog veel meer van me geleerd natuurlijk. Ja. Je hebt veel overeenkomst in je werk op het ogenblik. In de loop van je carrière met Wim Sonneveld. Die dus ook veel met vrouwen werkte. Vrouwen ontdekte, ze opleiden. Die staat nu in zijn theater, de Lamar. Voor je dus dinsdag naar Carré gaat. Ja. In Carré stond hij met My Fair Lady. Ja. Heb je een bijzondere... En met Willem Nijholt en Corrie, hè, stond hij daar. En met Willem Nijholt en Corrie. Maar heb jij een bijzondere band gehad met Wim Sonneveld? Nou, ik moet wat het nieuwe Lamar Theater betreft, en het zal wel sentimenteel zijn, en, maar neem van me aan dat waar is. Ik heb dus Wim's penning om, die heb ik van Huub gekregen. En wat voor penning is dat? En dat is mijn Genesius penning. Mogen jullie even zien? Dat is een enorme onderscheiding voor je geweest. Dat is de heilige Genesius, de beschermheilige van de... Zien? Kan dat? Ik denk op één. Heilige van de toneelspelers. Wim heeft hem weer gekregen van Fred Astaire. En het is maar een klein gouden dingetje. Mm-hmm. Maar Fred Astaire heeft hem gedragen. Daar heb ik daar niet zo vreselijk veel affiniteit mee. Hoewel ik veel mooier dans dan hij. Maar Wim Sonneveld heeft hem zijn leven lang omgehad. En toen Huub hem gaf... Huub Jansen, zijn vriend dus, hè? Een ontdekker. Zei hij, nou, je krijgt hem voor zinvol en elegant amusement. Nou, als ik dat nou mag bereiken in mijn leven, als dat nou waar zou mogen zijn, dan ben je waard om die penning te dragen. Niet nu, dat is pas over 20 jaar. En als je dan in dat nieuwe Lamar Theater komt, of in Carré komt, en ik heb het vaak in het land ook wel, in Schouwburgen waar de vloer nog niet van vernieuwd is, dan denk ik, nou ja, hier heeft hij gestaan. Ik begrijp alleen nu pas waarom die man altijd moe was. En zorgen maakte over een nieuw programma, als je succes hebt... Is dat heerlijk, maar het is ook vreselijk natuurlijk. Het is een grote belasting voor je. Vind ik een enorme belasting. Het feit dat je... we leven in een barre tijd. Het is niet zo vreselijk leuk vandaag de dag. Mm-hmm. Ik merk het nou in de brieven op dat laatste puzzeluur. Mensen houden zich vast aan een uurtje
onbekommerd lachen op de televisie. Bij Maskerade wordt er 2,5 uur verschrikkelijk hard gelachen. Nou, dan krijgen we brieven van mensen die het moeilijk hebben gehad thuis, of verlies hebben geleden, of weet ik veel, allerlei akeligs. En die zijn er dan uitgehaald. Nou, dan betekent het dat je een plek hebt in het theater, dat het dus, en die plekken worden ook door John Lanting, door allerlei andere mensen die dus de humor zijn toegedaan, André van Duin, Jan Blazer, die werken daar dan aan, maar mensen zijn er heel dankbaar voor. Nou, als je daar dan voor bent, dan wil ik mijn hele leven op die manier artiest blijven, en dan maar niet politiek geëngageerd. Als ik de mensen aan het lachen kan maken, is dat toch het allerheerlijkste wat er is in mijn leven. Ik kies daarvoor. Ja. Alleen zoals nu afgelopen, die april, 30 april. In Amsterdam, ja. En de meidagen. Als cabaretier natuurlijk meteen op kunnen inmaken. Ja, dat is een snoepje voor een cabaretier. Maar ik was er toch zo ontzettend bij betrokken. Dat ik eigenlijk, als ik nou eerlijk ben, achteraf moet zeggen dat ik blij ben dat ik die avond geen conférence had. Want ik zou niet weten wat ik daarover had moeten zeggen dan alleen dat ik het verdrietig en schandelijk vond dat er een aantal elementen waren, het schuim uit onze samenleving, die, en het staat los van krakers en alle politieke bedoelingen, hoewel ik wel vind dat ze dat op een andere dag had kunnen doen, maar gewoon mensen die uit zijn op het versteren van iets wat voor andere mensen dierbaar is. We gaan nu nog even luisteren en kijken naar een nummer uit Maskerade. Ja, daarom heb ik dit pak aan. Ja, schitterend pak. Het is de entreact van de show. De tweede helft is nog niet begonnen. Voor de inlopers, voor de laperikken, de mensen die nog even een plasje moeten doen. En die dan nog beschaamd de rij inschuifelen. Daar is dit nummer voor. En dat heet Menu. Het leven is als een menu. En daar gaan we nu van genieten. En Jos Brink wordt begeleid door het combo onder leiding van Henk Bokkinga. Vondel zei het leven is een schouwtoneel. En Kat riep uit het leven is een pijpkaneel. Maar welke dichter leerde u het leven is als een menu? Wie zei dat, wie zei dat? Het leven is een tournedo, is als een escalop de vaux. De ene spikkelt maar een smak, de ander krijgt een bal gehakt. Mag iets saus of boterzuur, het leven is als een menu. Wie zei dat? Wij zeiden dat wij. Ha, ha, ha. Hi, hi, hi. He, he, he. Het leven is als een menu. Het leven is als een menu. We zitten met z'n allen aan een volgeladen tafel. Het leven is als een menu. Prop alles in je wafel. Een baby aan de borst gelegd, begint aan het warme voorgerecht. Eerste gang, dat is meteen al linkersoep. Dan eet je met een grote groep. Tweede gang, als puber eet je veel te gauw en veel te veel en alles gauw. Derde gang, en dan komt het daarop aan. Je eigen boontjes doppen en chocola van maken. En zoete broodjes bakken en harde noten kraken. Boter bij de vis, voor jou de grootste hap. Dan is het koek en ei, dan is het zout in de pap. Een vierde gang. En als je in een dag bent, word je misschien al wat verwend. Een bakje met vanille vlaam, maar meestal is een mosterd na. Een vijfde gang, geen tijd voor koffie en liqueur. Daar staat de lijnkoets voor de deur. Een laatste gang. Het leven is een tour de dos, is als een escalop de vaux. De ene zwikkelt maar een smak, de ander krijgt een bal gehakt. Mag je saus of boterzuur, het leven is als een menu. De chef-kok, die heet hij de goede god, wat is hij mager. Hij zet de pannen van het vuur en draait de gassen lager. En haalt dan met een brede grijs de koksmuts van zijn kop. Op, 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 op. Het leven is als een menu, het is één groot banket.
En aan het einde van de laatste gang is altijd het toilet. Waren dus Jos Brink en Frank Sanders in een feestelijk nummer uit Maskerade. Vanaf dinsdag in Carré, als u nog niet wist. En nou, dit was het einde van de 50ste uitzending. Ik mag zeggen, ik dank u voor het vertrouwen wat u al die 6 jaar in het programma gehad hebt. Het is in ieder geval een programma geweest dat vaak stof tot gesprek leverde en u nooit onberoerd liet. En nou ja, het is voorbij de 50ste uitzending. Hopelijk tot het nieuwe seizoen. We gaan hier nu samen een echt privéfeestje nog even vieren met de artiesten. En we schenken de champagne maar vast in. Ik wens u in ieder geval een prettig weekend en tot het volgende seizoen. Dank u. En u hoort op het ogenblik. I want to lose them, take my arms, I'll never use them, your goodbye, left me with eyes that cry, how can I go all day without you? You took the fights that once was my heart. Zondagmiddag op Nederland 2 zijn we er weer. U kunt dan kijken en luisteren naar het eerste gedeelte van het Internationaal Country Festival, dat tegelijkertijd via Hilversum 3 wordt uitgezonden. Ook de Angels van Charlie zorgen zondagmiddag voor nieuwe charmante sensatie. Nu kunt u dan nog kijken naar een uitzending van het Humanistisch Verbond. Fijn dat u heeft gekeken, graag tot zondagmiddag.